Ja, als we de diagnose hebben gekregen, dan was dat voor ons een opluchting. Ergens een opluchting, omdat we niet wisten wat er aan de hand was. We waren al zo lang op zoek wat er met hem gebeurde. En op dat moment, als dan de professor zegt, hij heeft frontotemporale, dan was er iets bij mij zo van, oké, nu is daar iets opgekleefd, een etiketje. Een etiketje waar ik mee kon voortgaan. Dus dat was voor mij toch wel een heel belangrijk iets, dat het niet in onze relatie zat, maar dat er wel degelijk iets was als ziektebeeld. Dus voor de kinderen, voor mij, was dat echt heel belangrijk. Naar de buitenwereld was dat voor mij heel belangrijk, omdat Frans heel onaangepast gedrag vertoonde. En de mensen begrepen dat niet. Dus de meeste mensen bleven weg, gewoon omdat dat niet kon. Dus die, ja, Frans die begon echt heel uitdagend gedrag te vertonen. Vloekend, tieren. Als er iemand bij ons op bezoek kwam, dan was dat zo van, ja, ik ben nu weg. Dus die ging echt weg. En dan stonden die mensen daar zo van, of gaat iemand uitgenodigd. En dan zei ik heb, ik heb op uw vraag geantwoord en nu wil ik dat je weggaat. Dus dat was allemaal zo, ja, voor ons, voor mij was dat dan zo van, wat doet hij nu op dit moment? Ik kon daar niet, echt niet goed bij, zo van, maar ik moest het wel altijd gaan uitleggen aan de buitenwereld. En dan heb je wel zoiets van, wat gebeurt er hier nu toch? De mensen blijven weg, die hebben dat niet meer graag. Hij begon te roepen, te tieren, te vloeken, naar iedereen nog wat. Zelfs de geburen kwamen soms al eens vragen van, wat is met François? Maar die roept en die zit er niet anders dan te vloeken en naar de kinderen toe. En dan, als het moment is dat daar een diagnose opgekleefd wordt, dan is dat niet dat er in onze relatie iets was, maar dat er wel degelijk iets was als ziektebeeld. Zo, ja, dat was voor mij een meer geruststelling van, hij heeft hier niet iets gedaan dat abnormaal was. Het behoorde tot zijn ziekteproces, maar... En dan krijg je langs de buitenwereld veel meer erkenning. En die erkenning en begrip is heel belangrijk in deze situatie.